Hoi allemaal, we zijn vandaag bij het Boerhavenmuseum, wat na 2 jaar verbouwen en vernieuwen weer open is. En wij gaan eens even kijken wat ze ervan hebben gemaakt en waar het nou eigenlijk over gaat, want ik was er daarvoor helemaal niet heen geweest. Dus ik ben heel erg benieuwd, ik hoop jullie ook. Nou, ik doe even mijn jas uit en let's get started. We staan hier in het Anatomisch Theater en zo'n soort zaal werd vroeger gebruikt door wetenschappers om naar overleden lichamen te kijken en daarin te snijden en zo. En dat deden ze niet per se om een geneesmiddel te zoeken, maar vooral om dichter bij het verhaal van de schepper te komen. Een schilderij van Rembrandt geeft hier een goed beeld van hoe dit gebruikt werd. In de Gouden Eeuw werd over de hele wereld gereisd en door het wereldwijde handelsimperium van de Republiek konden ze informatie verzamelen over onbekende landen, dieren, planten en zelfs mensen. En dat mis ik eigenlijk een beetje in deze tentoonstelling. Want bijvoorbeeld twee weken geleden zijn we naar de tentoonstelling geweest over slavernij in het Tropenmuseum. En daar hadden ze juist heel erg benoemd ook dat, weet je, ja, people of color soort van onderzocht werden. En ik mis dat hier een beetje in de tentoonstelling, dat er ook bijvoorbeeld negatieve kanten van de wetenschap zijn en niet zo'n idealistisch beeld eigenlijk alleen maar is. Ja, ze hebben hier een verzamelkabinet nagemaakt, want in de 18e en 19e eeuw ging de wetenschap vooral om het ordenen en verzamelen van planten, dieren en mineralen. In deze zaal hebben ze dus niet alleen de objecten opgesteld, maar ook hele mooie filmpjes aan de wanden geprojecteerd. Alleen, ik weet niet, ik heb wel iemand hierover gehoord al en die zei dat het heel erg afleidt van de objecten. Ik vind het eigenlijk juist wel heel mooi en heel verduidelijkend. Zo, wat een machine. Dan is fucking enorm. Nou, dit was mijn journey door het museum. Als jullie het ook leuk vinden, ga zeker kijken. Het is echt heel erg mooi, heel leuk gedaan. Ik heb niet alles laten zien, want dat komt natuurlijk niet in deze korte tijd. En tot niet volgende week, want ik ga op vakantie. Dus tot over een paar weken. Tot in het nieuwe jaar. Vroeger hadden ze nogal een discussie in de Gouden Eeuw. Of nou de aarde was die om de zon heen draaide, of dat de zon om de aarde heen draaide. Maar volgens mij draait alles gewoon om mij.